De gemeente Nijmegen en de DAR gaan in wijkteams op proef samen de wijken in Lindeholt opschonen. Deze wijkteams gaan nog nauwer samenwerken aan het heel en veilig houden van de buurt. Vrijdag gingen de eerste teams aan de slag rondom het winkelcentrum Leuvensbroek in Lindeholt. Donderdagavond werd in Lux stilgestaan bij het vertrek van directeur Pepijn Kuiper. Kuiper verlaat Lux om directeur-bestuurder te worden bij Lantaarnvenster Rotterdam. Bij het afscheid waren behalve burgemeester Bruls en wethouder Veldhuis verschillende vertegenwoordigers van culturele instellingen in Nijmegen aanwezig. De terrassen zitten vol en de zonnebrillen zijn weer tevoorschijn gehaald. Nijmegen heeft de zomer in haar bol. De temperatuur in de beeld ging gisteren en vandaag de grens van 20 graden ruim voorbij. En daarmee zijn de eerste officiële warme dagen in Nederland een feit. De warmte komt ruim een halve maand eerder dan vorig jaar. Toen beleefden we de eerste warme dag pas op 13 april. Het is echter niet de vroegste officiële warme dag ooit. Dat record staat op naam van 17 maart 1961 en 1990. De cijfers en feiten maken de inwoners van Nijmegen weinig uit. Zij genieten volop van de eerste glimpen van de zomer die weer onderweg is.